Staatsolie Suriname ziet geen reden om af te wijken van de planning van Total Energies voor het blok 58 project. Ondanks wereldwijde kostenstijgingen blijft Total Energies streven naar goedkeuring voor eind 2024. Extra inspanningen zijn mogelijk nodig om kosten te beheersen, maar vertragingen zijn nog niet aan de orde. Het doel blijft om de eerste olieproductie in 2028 te realiseren met updates voor de gemeenschap indien nodig. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken is gestart met een inventarisatie van woningbouwinitiatieven en verkavelingsprojecten. Het landelijk woningbouwproject LWBP en het Affordable Housing Program AHP zijn gestart om betaalbare huizen beschikbaar te maken. Veel verkavelingsprojecten zijn verwaarloosd met miljoenen dollars aan verlies en gebrek aan transparantie. De regering heeft duidelijke eisen gesteld voor een succesvol LWBP. AHP biedt 100% financiering voor gezinnen met een maximaal bruto gezamenlijk inkomen van 35.000 SRD. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu overweegt het beheer van publieke ruimtes te delegeren via een publiek-private samenwerkingsvorm met verschillende belanghebbenden. Momenteel wordt specifiek gekeken naar de cultuurtuin, een publieke ruimte waarvoor Green Growth Suriname een conceptueel beheersplan heeft opgesteld. Dit plan is gepresenteerd aan minister Marciano Dassai. Green Growth Suriname zet zich in voor het behoud van groene gebieden en heeft het beheersplan ontwikkeld in samenwerking met het ministerie.